Hallo, wij zijn Klaasje, Fred en Diva. We leven samen in de camper en trekken er zo vaak als we kunnen op uit. Wil je mee? Dat kan. Abonneer je dan en beleef het mee. Welkom bij het tweede deel van onze vlucht naar de zon. We hebben Cabasson verlaten en reizen nu langs die prachtige mooie weg langs de zee richting Saint-Agul. Wij lopen nu in de buurt van Port Grimaud en we gaan richting Saint-Agul. En dan komen we altijd langs deze supermarkt en dat is ongeveer de vaste supermarkt van ons. Prachtige blauwe lucht zo. Heerlijk. Dat is leuk. Bij binnenkomst kun je direct uitrusten. De route blijft altijd mooi, hoe vaak je hem ook doet. Zoals hier bij Saint-Maxime. Nou, dit is een mooi plekje om even te lunchen. Aangekomen bij de camping moesten we even wachten, want ja, lunchpauze duren hier van 12 tot 2. Goedemorgen. Het is ongeveer 11 uur op donderdag de 10e. Ah, een diepe zucht, maar moet eens kijken. We hebben echt een heel mooi uitzicht. Het is hier een beetje winderig, daarom zitten we met de rug tegen de muur en de wind komt van de andere kant. We staan op een camping, annex CP. Camperplaats, maar wij staan op campinggedeelte en we hangen echt de toerist even uit. We willen eventjes de boel schoonmaken, zoals de luifel die we al heel lang niet meer uitgedraaid hebben. Of er vocht achter zit of een beetje smerig is geworden, nou, dat soort dingen. En alles even opladen, bijvullen en dat soort dingen. Gewoon even de toerist uithangen, 1 of 2 dagen en dan gaan we weer verder. In de tussentijd zullen we ons hier wel van maken, denk ik. Kijk maar. We zijn er heel blij mee en we kijken er nu al tegenop dat we volgende week weer 7 graden hebben met bewolking en een beetje regen. Het is helemaal niks. En Klaasje wordt er heel blij van. Nou, heel blij. Daarom blijf ik hier en Fred gaat terug. Toch? Ik neem wel lekker de camper mee.
Zo mooi. Is die net zo koud als de andere? Ja, wel, ja. Soms denk ik dat ik de enige ben die vakantie leuk vindt, maar dat is niet echt zo. Schandalig, hè? Naar links en dan hoor. Het is nu uur of 6:30. En zoals jullie zien wordt het nu donker. In Nederland is het donker, zag ik net op de camera. Dus dat scheelt hier toch even al met al een uurtje, 1,5 uur per dag. We gaan even naar de ingang, naar de receptie. Vind ik wel een mooi gebouw eigenlijk. Nou, dat ziet er mooi uit, hè? Sfeervol. Ook in deze tijd van het jaar is die nog steeds tot 6 uur open. Dus je kunt gewoon de hele dag hier wel terecht. Heel vriendelijke mensen trouwens. Die ook echt hun taaltje wat spreken. Ze spreken heel goed Engels. En uiteraard Frans. En een klein beetje Duits zelfs. Dit is de ingang van de camping. En ernaast, die hoort er niet bij, maar daar is de ingang van de camperplaats. We zien er niet de ingang, maar hier is de camperplaats. De ingang is een stukje verderop. De ingang van de camping is niet de uitgang. De uitgang is hier. Waardoor het niet zo druk is op de camping met verkeer wat elkaar tegemoet komt. En hier vlakbij is dan de plaats waar je water kunt laten. Nou, het is een goede 100 meter lopen vanaf de ingang van de camping langs de camperplaats. En dan zijn we hier bij de weg. Nou, wie kent de weg nou niet? Het is onze laatste avond. We gaan morgen naar Sint-Maxime, toch? Ja. Vandaag kunnen we een plek staan, denk ik. En dan even naar de markt in Saint-Tropez-straat af. Ik ben heel benieuwd hoe die camperplek in Sint-Maxime eruit ziet. Want het was altijd een behoorlijke bende. Ik hoop dat het nu beter is. We willen daar 2 nachtjes staan. En dan rijden we weer terug naar koude Nederland. Bah! Niks aan. Nou goed, het is niet anders. Het hoort erbij. Er komen steeds meer aanslagbochten.
hebben net geluncht in het dorpje achter ons. Mooi op pleintje. Er stond nog een andere omgebouwde vrachtauto. Ook heel mooi. En nou jongen, we hebben het weer ook nog mee. Het is wel een beetje chilly, want het waait wat. En je zit natuurlijk toch een stukje hoger dan aan de kust. Maar we hebben het erg naar ons zin. We rijden toch nog even door. We dachten eerst dat we hier ergens gingen slapen. Maar het is nog veel te vroeg. We rijden even door. Het is prachtig mooi weer. Dus dan is het zonde om ergens stil te gaan staan. Wat een mooi plekje, hè? Ja. Ik denk dat ik dan zo naar beneden moet lopen. Dat moet wel mooi op zitten. Oh ja. Dat kunnen we wel doen. De regio heeft prachtige dorpjes met zijn kenmerkende smalle straatjes. En dan weer verder door de Gorges du Verdon. Het lijkt iedere keer weer mooier te worden. Vandaag hebben we een behoorlijk eindje gereden. Wij zijn begonnen in Saint-Maxime, ja, Saint-Agouf, maar bij Saint-Maxime. En door de Gorge du Verdon. En nu zijn we aangekomen in Castellane. Was wel eigenlijk een eindje rijden toch? Ik dacht dat het dichterbij was. Dat geeft niet, het is een hele mooie route. En we hadden een groot voordeel, er waren bijna geen auto's. Hè? De hele route, we hebben soms 20 minuten, 25 minuten gereden zonder één auto te zien. Nou, geweldig. Ook niemand achter je. En omdat de route nogal krap is, is dat alleen maar handig. Dus dat was mooi. Het is wel wat kouder geworden, maar de zon schijnt nog steeds. En nou, we zijn nu alweer een beetje naar het noorden. En wat mij betreft gaan we morgen even richting Annecy. Maar ja, zoals zo vaak, dat kan wel heel erg veranderen. En we kijken wel weer. Het wordt wat kouder, maar we kijken waar de zon schijnt en rijden een beetje met de zon mee. We zien het wel weer. Oh, we gaan eerst naar de spaghetti en het is maar goed dat je die ruiken kunt, want er zit behoorlijk knoflook in en dat vinden we hartstikke lekker.
Als je hem niet in de buurt komt, merk je er niks van. En bovenaan de berg staat een heel romantisch kerkje wat 's avonds heel mooi verlicht is. Goedemorgen, het is vandaag de 12 of zo. En we staan op de camperplaats van Castellas. Gisteren de Gorge du Verdon gereden en vandaag gaan we de route naar Pollion rijden naar boven. Naar Grenoble in ieder geval. En daar gaan we bekijken, gaan we richting Annecy of gaan we richting, wat is dat, Lyon. En van daaruit dan morgen weer verder naar boven. Om maandag weer in Nederland thuis te zijn. Hopelijk krijgen we een mooie route. Kunnen we wat filmpjes maken en wat foto's. Zou wel leuk zijn. In ieder geval gaan we er zoveel mogelijk van genieten. Trouwens, dit is ook een leuke camperplaats. Ik zal er een klein beetje van laten zien. De camperplaats ligt midden in het dorp. Ja, min of meer aan de rand, maar het is maar een klein dorp. Het is gewoon een parkeerplaats voor campers. Maar zoals wij hier nu staan met een stuk of 6 campers, dan is iedereen meer dan voldoende ruimte. En we zitten mooi langs de rivier. Het is nog een beetje mistig, maar het trekt zo wel op. We staan hier op de wijnboerderij van een boer in Sessel. Zo staat op de fles. En we kopen hier nog een doosje wijn en we kunnen hier lekker wijn proeven. En we kwamen eigenlijk veel te laat aan. Het was al 6:30 en we zeiden, we kunnen hier staan, het kost niks. Maar je moet wel even een flesje wijn proeven. Dat probeert hij hier te verkopen natuurlijk.
Ja, aangezien wij wijn drinken, is dat niet zo erg als het maar lekker is. In de wijnproeverij hebben we dus deze drie geproefd, omdat wij eigenlijk vooral blanke winterwijn drinken. En dan hebben wij gekozen voor de middelste. Maar de man maakt nog veel meer. Hij heeft hier een prachtig mooie wijn. Nou, ik noem het wijn al hol. Maar het is een echte wijngrot. Prachtig mooi. Er is een hol. En de wijn. Dans les wijn, d'accord. Plus grand que cela, c'est plus grand. Hier laten zien hoe moeder de vrouw wijnflessen doet. Dat is wel mooi. Die man is heel spontaan. We komen s'avonds laat, komen bij hem binnen. En hij verwelkomt je alsof je gewoon om een uur of vier binnenkomt en het midden in de zomer is. Dus heel leuk, heel vriendelijk. Heel leuk hier. Ik zou bijna nog een doosje fles kopen. Dit is zijn winkelgedeelte. Hier, als je het uitgezocht hebt wat je wil hebben, kun je het hier krijgen. Nou, leuk hè. Klaas is al een beetje tipsy. Heel veel wijn gedronken. Hartstikke mooi. We hebben nog geen eten gehad hè. We zijn zo uit de camper hier naartoe gelopen. Even wijn geproefd. En dan gaan we nu even betalen en dan moet ik een keer een hapje eten. Hartstikke leuk hier. En geen idee waar we zijn, in Seyssel. Het ligt aan de Rhône. En vanaf, hij ligt hier op een heuvel. En vanaf de heuvel kun je drie departementen zien. Savoie, Haute-Savoie en Nain. En in de verte zie je Genève en de Mont Blanc. Dat is eigenlijk schitterend mooi hier. Dus in de zomer mensen hier gewoon een keer naartoe gaan. Ja? Doe dat dan maar, dan krijg ik misschien weer een doosje wijn. Wij zijn op dit moment in het dorpje Torn, het witte dorpje in Zuid-Limburg, Midden-Limburg. En daar gaan we je pannenkoeken eten. Ja, lekker. Ja, Klaasje blij, want ze zijn glutenvrij. Ja. Dat rijdt ook nog. Ja. Nou goed, daarom gaan we je pannenkoeken eten. En dan rijden we vanavond nog, of morgen vroeg, de laatste paar uurtjes naar boven. En eigenlijk had ik liever morgen gedaan, maar dan is alles weer heel druk en vanavond is het lekker rustig. Net zoals de rest van deze rit, hè? Ja, dat was hartstikke rustig op weg. Ja, we hebben enorm lekker gereden zaterdag. Eigenlijk elke dag wel. In het zuiden was het niet druk, want er waren geen toeristen. Of nauwelijks toeristen. Behalve in Annecy, daar was het hartstikke druk. Hartstikke druk. En op de camperplaats bij in Saint-Argouth, daar was het ook aardig druk. Ja. Maar goed, voor de rest prachtig gehad. Mooi weer gehad. Ja. Alles was mooi. En gisteren dus een mooie route. In plaats van de Napoleonroute, de andere route daarnaast genomen. Omdat ik stom was geweest de afslag te missen op de rotonde. Maar eigenlijk geen spijt van gehad, want het is een hele mooie route gebleven. Met weinig auto's, weinig drempels, weinig rotondes, maar wel veel te rustplaatsen en hele mooie vergezichten. Ja. Die kan ik ook aanraden hoor, de D1075. Mooie route. Wat hebben we nog meer gedaan? Natuurlijk Gorge du Verdon. Nou, jullie hebben het allemaal gezien. Maar we hoeven dat niet op te noemen. Maar het was mooi, we hebben er plezier in gehad. En deze vakantie is meer dan gelukt. Ja, dat is hartstikke mooi. Lekker zonnetje erbij de hele week. Ja. Nou, hier is dan weer hartstikke koud, maar we hebben een lekker hele week zo gehad. Op de heenweg zeiden we nog, ik hoop dat we de zomerstoelen kunnen gebruiken. En nou, dat hebben we alleen maar gedaan, dus alles is beter dan verwacht. Nou, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken. Hartelijk bedanken voor het abonneren worden op ons. En nou, we gaan het zo volhouden, hoop ik. Dat was een dom einde. Tot de volgende vlog, zeg maar. En tot de volgende vlog. Doei. Doei.